Dit is Margaret Maritz, geboren in het jaar 1906. Toen waren radio en wasmachines nog niet uitgevonden en vlogen net de eerste vliegtuigen in de lucht. Volgens haar familie is Margaret dus al 118 en ze heeft 14 kinderen. Dit is een van haar dochters van 81. Zij was bij een slag geweest. Zij was hier niks lang geweest. Familieleden lieten aan journalisten een kopie van haar identiteitskaart zien, waarop inderdaad staat dat Margaret nu 118 is. Een van haar kinderen is dankbaar dat haar moeder zo oud is geworden. Ons moet dankbaar zijn. Ik weet niet of ik dat jaren zal kan behalen in dag. Maar voor mij is het een baie groot voorrecht om een maat te hebben dat hij ouderdom kan te behalen. De organisatie die bijhoudt wie de oudste persoon ter wereld is, vindt de kopie van de identiteitskaart van Margaret nog niet genoeg bewijs. Daarom blijft voor hen deze vrouw uit Japan de alleroudste. Tomiko Itoka. Of ze nu de oudste is of niet, Margaret is in ieder geval een van de weinigen die het getal 118 op haar verjaardagstaart heeft staan.